Oh, you already going, you already going. Ik moet die vraag even hebben, Abby. Nee, joh, maakt niet uit. Laat me gewoon gaan. Ze editen wel shit. Okay, let's go. Nou, lieve mensjes, goeiedag. Wij zijn vandaag in Amsterdam met de vragen. Als je een levenslang voorraad van iets kon hebben, wat zou dat zijn? Of, wie is je favoriete? Je moeder of je vader? Let's go. Swoosh. Ja, we zijn begonnen, we zijn begonnen. Mag ik beginnen met jullie naam, heren? Yes, ik ben Samuel. Marwan. Marwan en Samuel, aangenaam man. Nou, de eerste vraag die ik voor jullie heb is eigenlijk vrij simpel. Als jullie een levenslang voorraad van iets mochten hebben, wat zou dat dan zijn? Ik snap de vraag niet, dus zou je me misschien wel... Als jij een levenslang voorraad van bijvoorbeeld pindakaas of zo, weet ik veel wat man, bedenk wat, een condoom of zo, weet je wel, om even die poenie natuurlijk een beetje op te wekken. Yeah, boy. Ja, ik denk het gaat wel veel te ver condoom, maar ik zou het wel willen op voorraad dan. Dus... My man. Ik heb zo'n condoom op voorraad. Maar ik heb je praktisch die antwoord gegeven. Heb je eigen? Mijn eigen, ja. Ja, gewoon zoveel mogelijk kaas eten toch. Wat? Kaas toch. Kaas op voorraad toch. Fucka bro. Dat is veel, zo, dat is Hollands, veel Hollandser dan dat kan niet man. Wat is je afkomst bro? Afkomst Afrikaans man. Ja. You funny ass nigga. Heren, mag ik beginnen met jullie namen? Nairo. Damon. Kijk eens, Nairo en Damon. Aangenaam, Mr. Samfan. Nou, de eerste vraag is eigenlijk vrij simpel. Als jij een levenslange voorraad van iets mocht hebben, wat zou dat dan zijn? Dat is lastig. Eten denk ik ook wel. Gewoon Wat van eten? Sensation chili. Hoe? Sensation chili. Wat is dat bro? Chips. Kring kring dingen. Oké, chips bro. En jij dan? Die wint. Hij zegt chips bro. Hij zegt gewoon chips. Oké, kijk, iedereen weet van mij, broodje grill was van Grand Central Charleston Noord. Maak grap, met Rode Fernandez erbij. Oh nee, hey, Rode Fernandez, oh nee. Bij, gekruid. Spicy. Tweede vraag, heren, tweede vraag. Wie is je favoriete? Hij zegt familie, ik begin met hem. Ik zeg met hem. Je moeder of jouw vader? Oeh. Ah, voilà. June, no man, I don't know June. Hey, do like this. Swoosh. Swoosh. Hey, you see? Let's go, man. Give me some. One question for you. You speak English or you speak Dutch? Not Dutch, English. English, okay. Okay, tell me, who's your favorite? Your mother or your father? Allelohem, allelohem. Renna voetre, allelohem. Hey, mag ik beginnen met jullie namen, heren? Sofia. Kevin. Jason. Hoe? Jason. Jason, kom dichterbij man. Kevin, kom dichterbij. Kijk, kijk, kijk. Als je een levenslang voorraad van iets mocht hebben, het maakt niet uit wat, hè. Wat zou dat dan zijn? Wat zou dat dan kunnen zijn? Een levenslang voorraad van iets. Geld. Money. Make the bitches twerk. Oké, jij bro. Sneakers, ja? Ze zijn wel aan bro, ze zijn wel aan. Ik denk geld man. Wat zo money. Oké, waarom dan? Dan kan je door investeren toch? En je hebt geen zorgen meer. Ja, maar als je het hebt, waarom zou je door investeren? Ja, dat is ook, ja. Gewoon meer geld maken toch? Meer. Jouw moeder of jouw vader, who is your favorite? I can. No favorite. No favorite? No. Why not? Come on, boss. The two. Okay. Yes, boss. Ah, boss. Family and guy. You. And me? Both. Good question. Good answer. No, I like my mother, man. Huh? My mother. Mother. I prefer my mother, man. She cooks very well, man. I will sell it in your father. Yeah, you tell my father. Yes, he's gonna see this. Okay, bye. But I love him too. He knows it. I love him too. He knows it. Okay, where are you from? France. Marseille. Je m'appelle. Oh, you see, you speak. Yeah, you speak French. Oh, okay. I'm French. Let's go. You see, multicultural die zo. Jullie moeten kiezen. Je moeder of jouw vader, wie is jouw favoriete? Man, ik kan niet eens kiezen, man, sorry. Nee! Ik kan echt niet eens kiezen. Lastig, man, ik weet ook niet. Kom op, man, kom op, jij! Nee, man, deze kan ik niet. Ook niet, familie is iets speciaals, man. Laten we beginnen met jouw naam, man. Revelino. Leveline? Revelino. Oh, Revelino, kijk eens. Hey, dan zeg ik het goed, Revelino. Oké. Eerste vraag is, heel simpel eigenlijk, weet je wel. You love your family? Yes, man, yes. Mother love, father love. Yes, yes. Dames, kom erbij. Kom erbij, joh, kom erbij.
Ah, kijk joh, ik heb een vraag voor jullie allebei. Kom. Oké, kijk, de vraag is vrij simpel. Wie is je favoriete? Je moeder of jouw vader? Mijn moeder, fuck mijn vader. Familie is iets speciaals, man. Deze. Sorry, man. I have no favorite. Jouw moeder of jouw vader? Who is the favorite? I don't have one. I don't have one. You don't have one? Both. Both. Okay. Lovely, man. Lovely. Okay, the second one is also very, very simple. If you had one thing you could choose that you could have for the rest of your life, what would that be? A lot of money, always. Hey! People with the money! He hits the bar, hè, girls? He hits the bar. Kijk deze. Okay, dames, kom. Wie van jullie wordt het meest door jongens benaderd? Vinger wijzen naar deze! Oké, wacht even. Nee. Kom. Oké. Hey, uit al die jongens die jou benaderen, hoe laat jij ze weten wie er in die friendzone belandt? Ik ga er niet op in. We hebben het nodig, meid. Kom op. Tell the secret sauce, man. Nee, hoe laat je het weten? Nee, ik ga er niet op in. Oké. Okay. Fuck up, bro. Hoe dan? Echt niet, maat? Nee, ik ga er niet op in. Oké, wat heb je voor mij dan? Heb jij een vraag voor mij? Even denken. Oké, hoe laat jij weten of je, zeg maar, een dame niet loeft, zeg maar? Als je een meid friend zo, hetzelfde vraag. Oké, ze gooit die bal gewoon terug. Even denken. Eigenlijk dit slik zinnetje van, wij zijn vrienden. Maar heb je ooit tegen een dame gelogen? Meid, wie ligt er niet? Nee, maar heb je gewoon gezegd van, ja, ik wil je er zo in IJsland, ga ik gewoon met een vriendin of zo. Aan het begin? Ja. Ja, zeker. In de club? In de club? Ja, tuurlijk. Je moet toch een beetje, hoe kom je binnen dan? Hoe kom je binnen? Hou je er niet van? Ik hou van jongens die eerlijk zijn. Maar ben jij zelf eerlijk? Ja. Oké, ik ga een beetje lullig doen hier zo. Ja. Huh? Die wimpers die je op hebt. Nee. Oké. Emotional damage!